wellicht hier ook wel wat van mijn geld, ja. Ik heb een rekening bij een vermogensbeheerder en die heeft voor 1/3 in aandelen belegd. Ja, ik mag daar zelf me niet mee bemoeien, want ik heb een derde handrekening, maar ik krijg er natuurlijk afschriften van. De AEX bestaat 25 jaar. Velen betwijfelen of het wel ooit 50 jaar gaat worden. Wat denkt u? Nou, ik heb nu bijna 10 jaar met het Amsterdamse financiële leven en dus ook met de beurs te maken. En ik hoor al 10 jaar twijfel en het gaat ieder jaar beter. Dus een beetje Amsterdams, hè, om te blijven twijfelen. En dat zal over 50 jaar, denk ik, dat er nog steeds aan de index wordt getwijfeld. En die twijfels bestaan ook bij u? Helemaal niet. Nee hoor. Als je kijkt naar het verleden, dat is toch meestal de beste voorspeller van de toekomst, is dat heel aardig gegaan. Dus ik zou niet weten waarom dat niet zo zou blijven. Beurzen opereren steeds internationaal. Het Amsterdamse beurs is zelf ook het product van een fusie. Wat is nog de waarde van deze lokale index? Nou, kijk, er zijn altijd in de wereld twee dingen waar je op letten. Je moet dingen op de juiste schaal doen. Maar de financiële wereld werkt steeds meer op wereldschaal. En je moet kijken naar de lokale omstandigheden. En ik denk dat wat er gedaan is, eerst het verband van Euronext en toen de New Stock Exchange, een hele ideale oplossing is van beide tendenties. Dus, dat zie je ook aan de winst die ze maken. Als Europa steeds Europese wordt, gaan we dan de Stoxx 50 als graadmeter gebruiken? Ja, het hangt er vanaf wat je beleggingsdoel is, wat voor index je moet gebruiken. Dus een sterke Europese index is natuurlijk prettig, zonder enig twijfel. Maar op termijn gaan we daar waarschijnlijk wel vanuit. Ja, nou, ik denk dat je zult toch ook altijd je hebt toch ook altijd in je portefeuille, als je in Nederland woont, dat zie je ook aan het beleggingsgedrag, zie je toch dat men ook gewoon belegt in bedrijven die men kent, die dichtbij zijn, die het best kan beoordelen. En dat zou wel zo blijven. Dus ik denk dat er gewoon ruimte is voor zo'n index en dat ook zo blijft. Ja, de AEX beleeft op dit moment een neerwaartse spiraal, niet alleen door de daling van de beurskoersen, maar ook door het grote verloop onder de beursfondsen. Hoe verklaart u die samenloop van omstandigheden? Ik zie dat grote verloop is niet zo. Want als ik naar de cijfers kijk, zie ik alleen maar dat er dingen bijkomen. En de neerwaartse spiraal, ja, kijk eens, het verwerken van de kredietcrisis zal nog wel enige tijd blijven. Ik denk dat de reactie, dat lees ik ook, van beleggers wat over de top is. Ik denk dat wel weer bijtrekt. Waarom is die reactie over de top? Dat is meestal zo met dit soort reacties. Ik begrijp het ook wel. Omdat, omdat alle banken daaronder lijden, alle kredietverschaffers, terwijl er een aantal helemaal niet in de moeilijkheden zijn. En toch zie je aan hun, aan hun koersen ook dat ze een tik mee krijgen. Dat is natuurlijk raar. Dus dan zie je dat men toch erg schichtig is geworden. En vaak is meestal zijn de reacties dan te groot. Tijd zal het leren, dat is altijd zo met aandelen. Maar ik denk dat er nogal over gereageerd wordt, over het geheel genomen. De laatste tijd zijn er veel grote Nederlandse bedrijven geweest die opgegeten werden en niet die andere grote opaten. Is die trend te keren? Nou, kijk, we hebben natuurlijk heel lang zelf, de meeste grote bedrijven in Nederland, hebben meer buitenlandse werknemers dan Nederlandse. Dat vonden we prima. Maar nu er in een aantal gevallen wij in een groter verband opgaan, is het opeens heel erg. Heb ik nooit begrepen. Tegen schaal kun je niet vechten. Dus je kan maar beter, zoals het ook hier met Euronext is gebeurd, je positie in zo'n grote verband heel goed neerzetten, dan dat je er tegen strijdt. En je moet natuurlijk zelf ook eens wat overnemen. Nou, dat gebeurt nog steeds. Het saldo van overnames, heeft de heer Bos ook opgewezen, was ook vorig jaar gewoon positief. Ik geloof 7 miljard versus 1 miljard. Maar houd hem niet aan de getallen, want daar ben ik erg slecht in. Wat vindt u ervan om de dag vanaf nu te markeren om 9 uur? Ja, dat vind ik heel goed. Ik vind dat je Amsterdam, schuine streep Nederland, heeft een grote traditie. Wij zijn er ooit mee begonnen. En dat moet zichtbaar zijn.